Niks aan de foto's, gewoon de zuurstof en is hij toch al zelf al ingeslapen eigenlijk. Dus, en nu uitvaartregen wel. Begraaf hem zelf. Oké, dankjewel. Heel veel sterkte. Ik had graag meer voor u willen doen. Ja, ik ga hem graag veel zonder meer. Maar ja. Ja. Veel sterkte thuis. Dankjewel. Ja, dank je. Ja. Oké. Okay. Met Monique Zwenke, IC-arts. Ik belde over Vee. Vanochtend is de oogarts geweest. Die heeft nog even naar haar ogen gekeken. En het gaat heel goed met haar rechteroog. Ze moet daar wel de medicijnen in hebben. En het linkeroog laten we voorlopig nog eventjes dicht met de hechtingen. Ja. En de neuroloog heeft ook nog even gekeken. Die vond er een duidelijke verbetering te zien ten opzichte van gisteren. Van dinsdag, toen hij haar heeft gezien. Geweldig. Dus we zijn het allemaal over eens dat ze vandaag naar huis kan. Ja? En dat u dan de zorg thuis kan overnemen. Ja, hartstikke fijn, hartstikke fijn. Nou, dinsdag is het zeker verbeterd. Hoi. Oh, kijk, daar ligt het. Daar ligt ze. Ze heeft het nog niet in de gaten, zullen er zijn. Kijk eens, Vee, wie er zijn. Hey. Moppie. Mop, oh, kind. Dan ben je wij vier gaan nog stappen. Oh, kind. Oh, een wonder ben je, een wonder. Een wonder. Je gaat mee naar huis, kind. Je gaat mee naar huis. Je gaat mee naar huis. Ja, het gaat te beter. Oh, lieve. Rustig maar. Ja, rustig. Ja, ja. Oh, kindje. Oh, gosje. Mag ik... Ja, ik mag er niet vasthouden. Ja, dat kan toch goed doen, hoor. Ja, maar ze denkt, nu dan wordt ze rustig als ik er vasthoud. Denk je niet? Ja, hoor. Zal er maar lekker op. Je gaat mee naar huis. Ik denk dat ze ons even moeten helpen hoe we het best even straks het een en ander moeten gaan. Je kan niet veel kwaad. Het enige waar ze een wond heeft is aan de kop. Ja? Dus je kan haar lijfje gewoon oppakken. Ga maar zo, dat geeft rust. Dit geeft rust. Dit geeft rust. Er zit een kracht in. Niet normaal, lieverd. Lekker. Kracht. Zo, hé. Er kan altijd nog een probleem in blijven dat ze uiteindelijk niet goed kan gaan lopen. Maar ik denk dat we in ieder geval een aantal weken moeten gaan afwachten. Ja. Zolang ze verbetering laat zien, kunnen we gewoon doorgaan. Ja. Maar als je op een gegeven moment ziet van ja, het blijft eigenlijk zo en ze kan alleen maar in de mand liggen. Ja. Dan moeten we natuurlijk op een gegeven moment zeggen, ja, dan hebben we ons best gedaan. We hebben alles gedaan wat je kan doen voor de hond. En dan is er gewoon toch te veel schade, waardoor ze uiteindelijk toch niet meer kan functioneren. Ja, en dan ook gewoon eerlijk zijn van nou, de laatste weken hebben we eigenlijk helemaal geen verbetering gezien. Dus dan is het ook niet te verwachten dat het nog optreedt. Maar nu zien we gewoon iedere dag dat het beter gaat. Dus dat is gewoon positief. Nou, als ik er ook oppak, hè, dan voel ik zo'n kracht nog in het lijfje zitten. Ja, ja, dat is het probleem ook niet. Het is meer... Denk je nou niet dat ze een beetje zuurstof nodig heeft? Nee, dat heeft ze niet nodig. Ze heeft geen problemen met haar longen. Okay. Dat gaat allemaal helemaal goed. Gaat het? Ja. Ik moet alleen zo'n horloge afdoen. Want die zit heel... Weet je, die is hard tegen de billetjes aan. Dat is een beetje zielig. Ruitje hoor, op zijn ziekje. Nou, dan gaan we de rekening nu opmaken. Tot
totaalbedrag is geworden €1.299,95. Oké. Okay. Dat is dan inclusief ook de intensive care. Ja. 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 Ik zat goed in de rotsen, hoor. Door op of de ronde, zei ze. Dus ja, dat deed mij even zeer. Die keus moet je maken dan. Maar ik heb hem toch gemaakt. Van ja, dat is je gewoon waard, hè. Dus... Ja, als ik om even waarschuw als ze naar buiten moeten en dergelijke. Ja. S'morgens vroeg al gelijk het eerste werk even met de hond en een straatje rondlopen. Ja, en s'avonds weer in de bed gaan. Nee, dat kan je echt niet missen hoor, dat feestje. Voor geen goud. Lieve hem was een beetje. Kijk. Nou, dat is een gemeen gezegd, maar het is zo. Ja, ik ben stapelgek op het feestje. Ja. Nou, andersom zou hij dat ook zeggen hoor, maar ik heb sok. Nee, het is zoiets gek. Kinderen zijn op de eerste plaats, hij op de tweede. Dat is altijd geweest hoor, wat logisch is. Dat is met een beestje heel. Ja, het is wel met de zo. Ik pas me daar maar bij aan. Hè. Ja. Kunnen we aan deze kant kunnen we het raam even open? Mag ik hier niet lopen? Kijk eens wie er is. Kijk, ze kunt gelijk bij de hoor. Hallo wijfie. Kijk eens. Hallo. Ben je thuis? Hallo. Ja. Kijk dan. Ja, je herkent het gelijk. Kijk, hè. Ja, kijk, bij mij is het wat minder. Ja. Kijk nou. Oh, ja. Nee. Ja. Oh, lekker wijfie van me. Oh, kijk nou. Ja. Oh, voorzichtig voor je ook. Ja. Je mag mee. Je mag helemaal mee. Oh, oh. Ah, kijk, kijk. Als je zo licht kunt, misschien een hondje ook. Ziet dit hondje? Ja, kijk. Ja, het is een joekel. Ja, anders komen we er niet goed bij. Nee. Dat eentje. Ik zal even proberen te laten zien. Kijk, zie je? En dat, dat wordt steeds minder hoor. Er komen inderdaad ook weer haartjes overheen en dat korstje trekt. En het ziet er keurig uit. Het is mooi droog, het is niet gezwollen, dus het ziet er erg uit. Dan het is. Ja, oh, goed zo. Goed zo. Nou, graag gedaan. Zo, dus je mag het meenemen. Ik zal zo het bandje nog even van het voorpootje halen. Ze heeft daar nog een stillingsband. Nou, nog de tweede. Nou, nog de tweede. Ja, daar gaan we voor, hè? Ja. Kom maar, wijfie. U heeft hem rond 4 uur heeft hem gevangen en toen is hij klem komen te zitten, hè? Ja. Komt los in huis, hè? Ja. Niet zo heel vaak, want het is een drama om ze te vangen. Maar... Dan is hij altijd onder toezicht, hè? Ja, ik ga niet weg, nee. Het pootje wordt niet meer belast? Nee. Wanneer heeft hij voor het laatst geruit? Heeft hij al geruit of niet? Ja, hij is net klaar. Hij is net op kleur. Ja. Ja, je hebt het gevoel dat je niks in je hand hebt. Hè? Het zijn van die ontzettend kleine filmpjes. Okay. Welk pootje is het? Het niet gerinde pootje. Ik moet even kijken hoe erg die gebroken is. Ja. Wil ik het verder goed kunnen bekijken, moet ik hem heel eventjes laten slapen. Ja. Dus u mag in de wachtkamer wachten. Okay. En dan ga ik hem meenemen en dan gaan we hem daar verder bekijken. Okay. Ja? Oh, rustig bij jou. Afdeling focus op bijzondere dieren met die vetten. Ja, mag ik jou zo heel even terugbellen? Ga hem heel erg pijn doen of kan ik hem wat lichter laten? Spootjes gebroken. De vraag is natuurlijk bij zo'n klein beestje hoe zinvol dat nou is om naar een dierenarts te gaan. Ja. Want je denkt van ja, je komt daar en zegt ze, ja mevrouw, daar kunnen we toch niks mee. Dat is zo klein. Maar dan ga je een beetje op internet kijken en zo. En dan blijkt ook dat ze er wel iets aan kunnen doen. Dus dan hoop je maar dat het goed kan komen. Want ja, je hebt natuurlijk toch de ja, min of meer jezelf verplicht om de zorg op zo'n beestje, voor zo'n beestje te nemen. Er zijn grenzen natuurlijk. Ik bedoel,
Het was ook wel de overweging zo van, nou ja, zoals het nu is, kan het niet blijven. Want dan lijdt zo'n beestje. Want hij kan natuurlijk, hij wil op een stokje. Ze willen op een stokje zitten, ze willen niet op de grond zitten.